Lopsaland is een leuk familiepark, heel mooi gethematiseerd. En is eigenlijk ja, een beetje de ontmoetingsplaats tussen jonge kinderen en hun helden van televisie. Samson, Hert, Megamindi, Piet Piraat. Ze lopen hier allemaal rond. En natuurlijk zijn er meer dan 50 heel leuke attracties. Naast Plopsaland heb je ook Plopsa in der Hasselt, je hebt Plopsa Co, je hebt Holiday Park in Duitsland en je hebt ook in Nederland Plopsa in der Koevoorden. Dus er zijn intussen al 5 Plopsa-parken. In alle Plopsa-parken samen ontvangen we 2,7 miljoen bezoekers. Dat is een enorm aantal. Onze bezoekers vinden Plopsa vooral terug op het internet, op onze website bijvoorbeeld. Ook vanuit alle andere communicatie sturen we de mensen richting onze website, waar op alle informatie staat, heel handige tools om je bezoek voor te bereiden. Dus een bezoekje aan plopsa.be is echt wel de moeite waard. Ook onze parkapps van Plopsaland de Panne en Holiday Park die zijn gehost bij Combil. We hebben heel mooie apps die je kunt gebruiken tijdens je bezoek aan het park. Heel handig, je kunt er heel veel mee doen. Je krijgt herinneringen tijdens je bezoek, een waarschuwing wanneer een show begint. En die zijn allemaal gehost bij Combil. Dus dankzij Combil kan je eigenlijk ook een beetje meer van je Plopsa-bezoek genieten. Jaren geleden, voordat we met Combil samenwerkten, hadden wij soms slapeloze nachten, omdat er voor Combil niet echt een zekerheid was naar bepaalde pieken toe. Hè. We hebben bepaalde momenten, afhankelijk van het weer, op dagen zoals deze, waarbij mensen eigenlijk massaal onze website bezoeken, massaal een bezoekje aan een Plopsa-park plannen. En dan is het wel belangrijk dat die website online blijft natuurlijk. En in het verleden hebben we daar problemen mee gehad. Voor ons is die support heel belangrijk. Iemand kunnen bereiken dag en nacht, dat is echt voor ons super belangrijk. En als er eens een probleem zou gebeuren, dat het snel opgelost is. En daarin heeft Combil ons toch weten te overtuigen. We hebben met Combil nog geen problemen gehad. We zijn nog nooit offline geweest. Dus we hebben ook nog nooit moeten bellen om snel iets te verhelpen, maar ik weet zeker dat moest dat gebeuren, dat het ook heel snel zou opgelost zijn. Ik vind Combil eigenlijk een bedrijf dat enorm aansluit aan het onze. We hebben een hele toffe, losse manier van werken, een hele collegiale manier van werken. En ik merk die spirit ook een beetje terug bij Combil. En dat is, ik vind het heel leuk om met een bedrijf te werken die op dezelfde hoofdlengte staat. Dus ik denk dat onze manier van werken en die van Combil, dat die zeer goed op elkaar aansluit en dat het daardoor is dat we een goede dynamiek hebben tussen beide bedrijven. Wat ook belangrijk is, als A-merk en als ergens trendsetter op het gebied van pretparken, dan probeer je ook te verbinden met merken die ook voor kwaliteit staan. En ik denk dat we daar ook met Combil een goede match gevonden hebben. Ik denk dat Combil op het gebied van hosting toch wel het beste merk in België is op dit moment.